Faith Herder en WoonPlus staan op 25 mei tegenover elkaar in de rechtbank. De reden is bijzonder en het is inmiddels ook door de landelijke pers opgepakt. Aan Schie vertelt Faith haar verhaal. Hoi Faith, je bent een petitie gestart om WoonPlus te overtuigen dat je hier nog 2 jaar graag wilt blijven wonen en studeren. Wat studeer je trouwens? Ik doe de opleiding specifieke doelgroepen persoonlijk begeleider, niveau 4. En ik loop stage in Frankenland, Schiewaag. En ik heb het reuze naar mijn zin. Ja. Ja, het appartement is alleen nu te groot voor je, omdat je hier samen met je moeder woonde. Ja. En zij is bijna een jaar geleden overleden aan gevolgen van kanker. Ja. Nou, je bent een petitie begonnen, zodat je toch nog eventjes kan blijven wonen. Ja. 2 jaar, je studie afmaken, een beetje verwerken. Ja, verhuizing is ook niet niks. De petitie is al bijna 9000 keer ondertekend. Wat betekent dit voor je? Ja, ik vind het zo mooi dat mensen echt naast me staan. En ik werd er zelfs emotioneel heel erg van, omdat ik het zo mooi vind hoe mensen elkaar toch steunen hierin. En ik gewoon wel aan iedereen kan laten zien wat er gebeurt in zulke situaties. Ja. Want je zei, je doet het niet alleen voor jezelf. Nee, ik doe het echt niet alleen voor mezelf. Ik zie zoveel jongeren die dit ook meemaken. En sommigen worden wel uit huis gezet. En ik vind het gewoon niet normaal. Ik vind gewoon dat er veel meer hulp hierin geboden moet worden. En ja, wij vragen hier ook niet om. Wij hebben niet gevraagd dat dit met ons gebeurt. En wij moeten ook maar gelijk doorgaan. Eigenlijk een soort van, ja, je wordt eigenlijk zo neergezet. Ja, vind ik. Wat was je moeder voor vrouw en wat was jouw band met haar? Mijn moeder was echt een top voor mij, een topvrouw. De hart op de juiste plek en heel liefdevol naar iedereen toe. Iedereen was ook gek op haar. En ja, ik had een hele sterke band met mijn moeder. Dus dat was ook gewoon echt mijn beste vriendin. Ja. En dat, ik miste elke dag nog steeds heel erg. Ja. In dit huis hebben jullie ook opgeknapt nog? Ja, voor mijn moeder. Het was corona. En we wisten natuurlijk dat mijn moeder wel kwam te overlijden. Maar niet hoe lang het natuurlijk zou duren. Dus we wilden het gewoon leuk voor haar maken. En voor haar verjaardag hebben we nieuwe spulletjes voor haar gekocht. De muren geverfd. Gewoon om het naar haar zin te maken. Omdat ze kwam hier ook in een bed te liggen in de woonkamer. Dus is het fijn als het voor haar ook leuk hier is. Voor haar op het laatst. Nou, je wil hier dus blijven wonen. Wat vraag je precies van WoonPlus? Ik vraag niet eens om te blijven wonen. Dat is het ook. En dat... volgens mij, ik weet niet of mensen daar verschil in zien, zeg maar. Ik vraag er niet om te blijven voor altijd. Ik vraag alleen wat meer tijd. Gewoon om op gemak de spulletjes van mijn moeder uit te zoeken. En dat het niet in één keer zo heel snel moet. Want dat is gewoon, ik vind het heel zwaar. En want ik ben ook doorgegaan gelijk met werken, school. En dat vind ik al heel wat voor mij. Ik had ook natuurlijk gewoon thuis kunnen blijven zitten en niks kunnen doen. Maar ik heb het gewoon heel zwaar op dit moment. En ik begin nu pas ook een beetje met de rouw van mijn moeder. Omdat ik daar gewoon niet in die tijd heb... Ja, ik had zoveel nog aan mijn hoofd. Ook van mijn moeder zelf, die nog dingen had. Privéomstandigheden. Dus ik was daar ook nog mee bezig. Dus ik had nog niet eens de tijd om er zelf stil bij te staan. En daarom vraag ik gewoon wat meer tijd. En dan denk ik van, ja, waarom zo moeilijk als het zo makkelijk kan? En de 25e dan, je hebt een advocaat in de arm genomen. Ja. De 25e wordt dit een zaak waarbij WoonPlus en jij tegenover elkaar staan. Ja. Je schrijft dat je moeder zich zorgen maakte over waar je terecht zou komen. Ja, klopt. Ja. Wat bedoelde ze daarmee? Mijn moeder wist ook, ik was natuurlijk al eerder gaan bellen over hoe en wat. En dingetjes aan het opzoeken, wat ik kon doen om hier te blijven. En natuurlijk ook de moeder ook dat ik hier gewoon kon blijven. Maar voor haar gevoel, ze zegt, ik weet het niet. En ze was zo bang om te gaan. Ze zegt, en die rust kreeg ze maar niet in haar hoofd. Van, ja, waar gaat mijn kind terechtkomen? Wat gaat er met haar gebeuren? Dat was het echt voor haar. En ja, elke dag hadden we het daar ook over. En zij is ook hoe trots op me was en ik op haar. En ja, ze werd er gewoon echt emotioneel altijd van. Omdat ja, in haar beleving, ja, ik kan me het niet voorstellen natuurlijk. Maar ja, ze weet dat ze doodgaat. En dan moet ze zelf nog allemaal dingen, ja, wat er allemaal in haar hoofd omgaat, dat... Nee, dat zou ik niet weten. Veel te veel, denk ik. Ja. Nou, WoonPlus, de verhuurder, zegt dat de woning niet passend is, hè? Qua grootte. Ja, het is een beetje anders gelopen. Ze hebben natuurlijk in het begin niet op mijn berichten geantwoord. En ik heb natuurlijk ook... Ik was in die tijd zo aan het overleven. En ik dacht, als ik maar ja zeg, dan is het maar voor even. Maar dan laten ze me met rust. Daar ging het mij gewoon meer om. Omdat ik gewoon... Op het laatste moment waren ze zo bezig aan het pushen... Om me naar een woning te laten kijken. En ik trok het gewoon niet meer. Daardoor heb ik mijn advocaat in handen genomen. En zij zei ook van, je hebt gewoon de tijd nodig om te kunnen rouwen als kind zijnde. We worden, je maakt zoveel mee op dat moment. En je moet maar gelijk doorgaan. Het is gewoon heel, heel oneerlijk, vind ik. En hoe groot schat jouw advocaat de kans dat je hier nog 2 jaar mag blijven wonen?
ja, daar kan ze geen uitspraak over doen. Dat is echt aan een rechter, ja. Ja. En ik hoop dat de petities helpen. Maar wat ik ook zeg, ik doe het niet voor mezelf alleen. Ik doe het ook echt voor andere kinderen. Ik ben ook gevraagd voor een documentaire. Die hebben het over jongeren die vroeg hun ouders verliezen. En zij wil ook graag mij daarin hebben. Nu heeft ze ook gevraagd of ze bij de rechtszaken bij mag zijn. Helaas heeft ook plus een procedure opgestart. Of hoe noemen ze dat? Een verbaal. Een bezwaar hebben ze gemaakt. Voor dat er geen cameraploegen bij mogen zijn. Omdat ze bang zijn dat de media daardoor dat de rechter anders gaat oordelen. Ja. WoonPlus heeft dus al iets aangeboden, heb je gezegd. Heb je dat toen gezien? Nee, nee, ik zou het gaan kijken, maar mijn advocaat die zei van, die heeft toen voor mij erop gereageerd dat ik het niet zou gaan bezichten, omdat ik er gewoon niet klaar voor was en ik echt, ja, voor mijn gevoel gepusht werd. En ik dacht alleen maar van, ja, als ik dat doe, ben ik weer even van ze af, omdat ik gewoon, ik wou rust, dat was het meer. En dat heb ik hen ook gevraagd en ja, hun zeiden dat het, dat ze dan een procedure zouden starten voor ontruiming, ja. Ze zeggen dat ze die woning wel voor je bewaard hebben. Is dat die woning die je toen aangeboden hebt gekregen? Ja, ik heb meerdere woningen aangeboden gekregen. Maar die woning, dat is de laatste die ze hebben aangeboden. Die houden ze nu voor mij gereserveerd. Ja, weet je wel waar die is? Volgens mij hierachter. Dus wel dezelfde buurt? Ja, ja. Wat betekent het voor je dat er zoveel steunbetuigingen zijn? Ja, heel mooi. Echt heel mooi. Ik waardeer het ook echt. En ik ben echt blij dat mensen er zo achter staan, ja. En dat ze ook willen dat er wat voor jongeren wordt gedaan in dit soort dingen. WoonPlus, daarmee is dus de rechtszaak op 25 mei. Stel dat je de woning toch moet verlaten. Waar zie je dan het meest tegenop en waarbij kan je wel wat hulp gebruiken? Ja, waar ik het meest tegenop zit is, ja, sowieso de verhuizing natuurlijk. Ja, dat gaat wel heel moeilijk zijn. Je gaat van een plek waar jij je veilig voelt natuurlijk iets heel nieuws. En ik weet dat er een moment gaat komen dat natuurlijk wel moet gaan. Maar dan heb ik wel waarschijnlijk al dingen voor mezelf afgesloten en de tijd gekregen. En ja, ook ja, verhuizen natuurlijk. Ik kom rond nu, maar ik heb niet zomaar even 1, 2, 3 geld dat ik een heel huisje kan opknappen. Dat is het ook. En ja, dat, daar kijk ik wel plus niet naar. Nee. Ik wil alleen de mensen bedanken die me echt steunen hierin. En ik hoop gewoon dat er wat gedaan wordt hieraan. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun. En ik hoop, ook al is het niet voor mij, dat er veel beter hulp wordt geboden voor andere jongeren die dit ook meemaken. En nogmaals bedankt. Echt heel, heel erg bedankt.